ongeveer 6 jaar geleden zaten we anti-kraak hier met het kantoor. En toen waren we nog maar met z'n 10 of zo. Zaten we hier op de bovenste verdieping. Toen zat ik precies op deze plek waar we nu staan. Daar was mijn kantoortje. En er was een verlaagd plafond. En ik dacht, ik ging eens prikken op dat verlaagd plafond. Ik keek eronder, zeker nog een meter. En ik zag fantastisch beton eronder zitten. Dat ik van, dit is eigenlijk een gaaf pand. Hier moet je eigenlijk gewoon gaan wonen. En zo is het plan ontstaan om het oude kantoorgebouw van de reclassering in Koolhaven te transformeren in een appartementencomplex genaamd West 399. Architectenkoppel Nanne de Ru en Nolly Vos werken en wonen in dit gebouw. Ja, wie is de baas, hè? De kinderen zeggen altijd dat Nanne de baas is op kantoor en dat ik de baas ben thuis. En ja, zo is het ook eigenlijk. Maar hoe zag het er voorheen uit? Het is eigenlijk een totaal andere wereld als je dit ziet. Ja, dit is een soort kantoorwereld met een soort vloerbedekking, een systeemplafond, systeemwanden vrij laag. En als je dan zo'n plafondplaat eruit haalt, dan zie je in één keer de hoogte. Dit is eigenlijk onze eetkamer, zou je kunnen zeggen. We hebben hier een fantastisch uitzicht. 'S avonds dan zie je de hele skyline van Rotterdam oplichten met alle highlights. Tegelijkertijd zien we ook hier de Maas hier. We zien alle grote boten komen hier voorbij. Wat positief effect gaat dit gebouw hebben op de buurt? Ik denk dat het gewoon een kleine bijdrage is aan een grotere ontwikkeling van de verbinding van Mullepier met de stad. Je krijgt een soort dichtheid van activiteiten. En ook als hier straks mensen wonen, ook in het pand hiernaast, dan zal je zien dat er gewoon een hele andere flow komt. En een hele andere energiestroom eigenlijk komt. Nou, en dat is waar ons gebouw aan bijdraagt. Nu zijn we in een maquettekamer waar we kunnen experimenteren met vormen en materialen. Dat is heel fijn, want in ons oude kantoor hadden we eigenlijk geen plek meer om maquettes te maken. Zijn jullie gelukkig hier? Ja, ja dat zeker, ja, absoluut. Nee, het is absoluut een droom die uit zou komen, maar het is ook gruwelijk hard werken om het voor elkaar te krijgen. En ik denk dat we daarom ook zo enorm verknocht zijn geraakt aan Rotterdam. Dat gewoon toch alles als motto heeft, niet lullen, maar poetsen. En maar het gaat ook vooral om samenwerken. Ja, hard werken is ja, één ding, maar samenwerken... Hand in hand. Kameraad. Nee, het is wel echt met kantoor dat je het gevoel hebt dat iedereen samenwerkt. Ja. Dat je een energie erin kan brengen en dat er ook een gezamenlijke energie weer uitkomt. Ja. Hand in hand. Kameraden is wel het fijn, denk ik.